Hoi, super leuk dat je er bent bij deze nieuwe weekvlog. In deze weekvlog ga ik samen met Isabel en Bo gezellig naar Walibi. En ben ik heel veel aan het uiteten en heb ik veel gezellige avondjes. Zoals je ziet is de helft nog niet geabonneerd, maar kijk wel. Dus ben je nog niet geabonneerd, vergeet me zeker niet te supporten door op die rode knop te klikken. Hallo allemaal, het is inmiddels al maandagavond. Ik heb vorige week niet gevlogd, omdat ik terug van Gerso kwam. Ik was super, super moe en dood. Je snapt het wel als je van een zuipvakantie komt. Nou, je bent echt klaar. En toen dacht ik, joh, ik ga niet midden in de week een weekvlog beginnen. Ik laat deze week even gezien. Ik heb zoveel gevlogd. Even een beetje vakantie. Dus nu is het maandag en was ik helemaal vergeten dat ik moest weer aan het vlog was. Maar ik wil deze week wel lekker vloggen. Ik ben echt super erg geweest, namelijk vorige week. Elke keer dacht ik, oh my god, ik ga dit en ik ga vloggen. En toen dacht ik, oh nee. Vlog niet. Heel erg raar. Het is zo raar als je wel bijna anderhalf jaar vlogt of zo en dan opeens niet vlogt. Het is zo raar. Morgen ga ik naar Walibi met mijn zussen. Die is van Bo. Had ik nog voor mijn verjaardag gekregen. Ik was letterlijk in maart jarig, maar door corona zei ik en vakantie en druk dit dat. Ja, gaan we dus nu naar Walibi volgende morgen. Heel erg veel zin in pretparken. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ik vind echt die adrenaline die je krijgt zo ontzettend leuk. Dus heel erg veel zin daarin. En verder ga ik deze week ook nog gezellig lunchen met mijn moeder. Ik ga naar Amsterdam, naar het nieuwe kantoor van mijn management. Daar ben ik vorige week vrijdag ook geweest. Heel veel leuke nieuwe meiden leren kennen. Ik ga daar foto's maken. Stan is deze week op vakantie. Hij is naar Albufeira met vrienden. Ik heb hem vandaag naar Schiphol gebracht. En ja, het gaat me nu al moeilijker af dan ik dacht. Ik stond er echt super nuchter in. Ik dacht, ah joh, even een weekje niet. Ik ben zelf ook een weekje geweest. Ik kom toch goed. Hij is lekker met zijn vrienden. En ik gun het hem dat. En gezellig. En toen ik vandaag afzet, dacht ik wel echt van, kut, ik moet het toch wel echt 9 dagen gaan missen. Dus ja, ik weet niet. Ik ben zoveel met Stan. Ik ben in de vakantie bijna elke nacht dat ik wel buiten mijn slaap. Zeg maar meer wel als niet. En ja, toen ik zelf op vakantie was, ben ik toen constant bezig. Ik ben constant met vriendinnen en gezelligheid. En ja, dan denk je er soort niet aan. Dus nu ben je wel echt een soort van alleen. En denk je echt van, wow. Maar weet je, aan de andere kant, het is ook maar een week. En het is nu gewoon misschien even de eerste dag. Ik heb ook genoeg te doen. Ik heb het hartstikke druk deze week. Dus ik denk vooral in de nacht dat ik alleen in mijn bed lig. Dat ik denk, I miss my baby. Lekker mijn bedje in. En slapen dan morgen weer vroeg op. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik heb me even opgemaakt. Ik heb even me omgekleed. Ik heb gewoon een zwart blouseje aan. Ik heb gewoon heel simpel een zwart blouseje aan. En een broek, witte schoenen. En ik doe hier op, denk ik, zo'n blazer van jasje. Moet even kijken. Bo heeft lekker ontbijt gehaald. Dus we gaan lekker een auto ontbijten. Het wordt een helemaal leuke dag. Nou, ik ben met mijn zuster. Hola. Hello. Het zou niet ons zijn of we zouden weer verkeerd gereden. Nee, we zijn echt al verkeerd omrijden. We zeiden, we waren natuurlijk aan het kletsen, er al een afslag geweest. Ja, je kunt niet bij de schuld geven. Nee, klopt. Ik had de navigatie, maar ja, ik was weer even op vakantie aan het kijken. Want we gaan dus over 2 weken ongeveer naar Barcelona. Ja, precies 2 weken. Ja, precies. Zo. Ik wil opnemen deze ook al. Ja. Dinsdag, ja. I can't wait. Zin in. Maar goed, we zijn dus onderweg naar Walibi. Ik heb er helemaal zin in. Ik ben echt benieuwd wat het gaat zijn. Ik kan echt niet wachten om in een achtbaan te zitten. Ik ga ook vloggen in achtbaan. Dan denk ik, ja, dat deed ik zo graag. Doe ik gewoon zo. En dan zie je echt zo die hoofd zo. Ja, dan zie je ook zo. En dan zie je één. Dus we zijn met z'n drieën, dus één iemand zit alleen. Zie diegene is eentje naar achterbank zo. Nou, ik zit echt zo naast zo'n mogol, dat lijkt me kut. Nee, dat mag niet door corona, denk ik. Dat je naast een random zit. Ah, nee. Nog 22 minuten, godver. Ah, jongens, nou, bijna. Joe. Nou, we zijn er. We zijn er. Feest kan beginnen. Het feestcomité, aan je zij. Nou, jongens, we hadden net lekker churros gehaald. En we gaan nu de eerste achtbaan in. En dit is Untamed. Nou, ik ben helemaal benieuwd. Is het met 2-2? Nee, hoe doe je? Oh, jawel. Maar wel met z'n 4 en 1 bakje. Ik ga wel van één. Ga jij alleen? We hebben nu al gereserveerd voor de volgende ook. En oh, het is... Deze lijkt een beetje op Joris en de Draak, vind ik. Hij lijkt echt op Joris, maar Joris en de Draak gaat snel. Ja, die gaat, dat is een race. Kijk, heel gaaf.
Hij is lang. Hij is hoog en lang en groot en wow. Nou, we zitten. Oh, ik ga het los. Ik kan ook. Ja, ik vind helemaal niks als omhoog hier. Oké, ik ga ons ook filmen zo. Ja? Ja. We zitten helemaal vooraan. Dat is fucking leuk. Oké. Okay. Jij bent echt in je eigen. Ik kan niet. Kijk even omhoog. Wow! Wow, bitches! Oh my god! Jongens, echt te bizar. Ik was net natuurlijk aan het vloggen in de... Het is een beetje vies. Ik was net aan het vloggen in een attractie. Komen we eruit, zeggen ze ja, je moet nu de beelden verwijderen en dit en dat. Dus ik zeg echt zo, hoezo? Ik ben ook naar de Efteling geweest. Ik ben soms gemaild door de Efteling hoe leuk ze het vonden en dat ze de beelden wilden hebben. Nou, ze was zo gemeen. Ik moest alles verwijderen. Maar ik heb het niet gedaan. Ik had gewoon één random beeld verwijderd. Toen zei ik, nou, ik heb gedaan. Ja, ik zei ook tegen haar... Ik zeg tegen haar, waar slaat dit op? Ja, het is alleen maar promotie voor Walibi hoor. Yo, we hebben lekker vreten. Pool chicken fries en croquet. Nou, we hebben lekker wrappies gehaald. Oh. En een wijntje. En een wijntje, en ja. Wijntje. Want wij houden van vino. We gaan zappen. We gaan zappen in de achtbaan. Woo! We gaan nu in de... Corner. El Corrado of zo. Oh. Colorado. Ja, we hebben allemaal nog vino. Zappen tot de kruipen. We waren net in El Condoro. El Colorado. Was zo grappig, maar ik was echt... Nou, ik vond hem niet minder eng, maar hij was heel erg... Ik ben een beetje duizelig. Ja, je gaat de hele tijd kop en je hangt met je benen los. Ja, maar was wel leuk. En nu gaan we in de Speed of Sound, die schijnt eng te zijn. Ik ben benieuwd. Nou, wat vinden we hiervan? Niet lekker. Aardig. Het hoort knapperig te zijn, maar het is gewoon zacht. Het bakt uit met kruiden. Ja, dit is gewoon kut. Maar ja. Waar niet even... Ja, we doen nu al een deukje komen. Jongens, wij zijn gewoon fucking erg aangeschoten. Ik zal leren. Jongens, we zijn zo aangeschoten. Hallo, we kunnen over 30 seconden de Speed of Sound in. Doe dat even eerst. God. Jongens, we gaan nu in de Speed of Sound. Dit is echt zo eng. Nu ga je gewoon fucking achteruit. Oh my god. We zitten in de Speed of Sound. Meiden, wat vind je ervan? Nee, ziet of niet? Ik ben helemaal mes, kom maar hier. Ben je fan? Oh!
Jij bent fan van wespen. Ja, iedereen was zo bang. Oh, oh, oh. Ik niet bang. Nou, ik weet niet hoeveel ze bij dit is. Ik dacht dat jij bang van wespen, maar ja, iedereen is eigenlijk nou ja. Hoor dat. Wat is er nou? Ik heb even staart in. We gaan nu de... Express! Corlite Express. Nee, niet Corlite. Nee, de Corlite gaan we Hier word je dus afgeschoten. Ja. We hebben net één koude groepje met z'n drie. Ja, dat is gierig. We gaan niet vertellen. Jawel. Oh. Wijn. Wijn ook. Hoe lang is het nog wachthuisje? Ja, nog kwartier. Huh? Nee joh. Wat is het allemaal? Wat is dit? Eeuw! Dit is de Express. What the fuck? Hè? Ja, kijk. Dan gaat hij opeens tuteren. Ah, jammer. Ja, ik wel. Ik weet deze wel nog. Leuk dood. Huh? Hier rechts. Oh ja. Wat rijdt je naar Wiro? Ik bel voor. Nee, jullie. Niet voor. Oh my god. Wat is dit al? Ah! Eeuw. Oh. Oh. Oh mijn god, jongens. Is het wel voor mij? Nou, wij gaan nu naar de Goliath. We nemen ook een lekker broodje op. Het is alleen maar het eten. Ja, ja. Hier staat je. En ik ga jullie meenemen naar de Goliath. Ja. Dus wel ga ik jullie meenemen naar de Goliath. En ik ben zo wij bang. Wij zijn samen en maar... Saar gaat achter ons alleen. Saar gaat achter ons alleen. En we hebben net 40 euro betaald. 24 euro. Om eerder de Goliath in te kunnen. Ja. Staat natuurlijk nergens op. Maar goed. Ja. Nou, ik wil mijn excuses aanbieden, want ik zat met die camera in mijn hand. Beetje verborgen, maar die chick zag natuurlijk weer dat die camera in mijn hand had. Dus... Ik zei nog iets onder je oksel. Ja, maar ik vond het opvallend of zo. Dus ik had hem gewoon zo voor me. Ja, maar dat was wel opvallend. Ja, je mag hem even afdoen. Ja. Maar... Dus bij de volgende attractie, daar gaan we straks in. Daar ga ik hem echt filmen en hou ik hem zo. Ja. Zo onder mijn... Wat doet zij? Wat doe jij? We hebben even lekker aardbeien stokje gehad. We hebben net nog een broodje Unox op. Nu weer dit. Nou, ik weet niet, maar we hebben zoveel gegeten al vandaag. We gaan nu in de laatste achtbaan, toch? Nee, we gaan er nog gewoon. Nee, maar ik bedoel van allemaal. Ja, hebben we alles gehad. Dit is de, hoe noem je dit? Het begin is al vet. Hoe heet deze nou? Last Gravity. Dus hier heb je geen zwaartekracht. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Oké, meiden, wat zit erin? Oh. Nee. Ik mag weer met een normaal spinnetje in mijn eigen bos. Zo, morgen. Kijk hoe dit gaat. Dit is zo lekker. Wil je dit? Nee. Zo niet. Je hebt nog een ijsje. Het is zo raar altijd. Jongens, we zitten nu in een soort band of zo. En we gaan in het water. Nou, dan word je natuurlijk zeikersnat.
Ho, 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 ho. Oh nee. Leuk man. Ben je al dat? Hey, jij belde mij toch? Nee, ik heb ook weer de pineus. Wacht, ik bel je zo af, ja? Sarah gaat FaceTime. Ho, ho, ho. Ja, is goed schat. Love you. Zo, daar gaan we hoor. Dat wil de achterbank. Nee. Nou, we zijn in de auto, we gaan onderweg naar huis. We wilden eigenlijk nog één keer een attractie doen, maar dat was allemaal nog een uur wachtrij. En we dachten, ja, we zijn een uur wachten en dan twee minuutjes in de attractie en dan weer naar huis. En we waren best wel moe, ik werd echt wel gesloopt van zo'n dag. En die wijn, die kikte wel aardig, soort van, hoe dat? Ja, die kikte in. Ja, maar daarna. Ja, één kakker. We hadden nogal een inkakker van de wijn. Dus weet je, we dachten we gaan lekker naar huis. Ja, die ligt lekker op de achterbank. Bootje aan het rijden. We gaan lekker richting huizen. Nou jongens, ik ben thuis. Ik ben ook helemaal gesloopt. Ik heb even een lekker maskertje op gedaan. Van een tussentje dat ik had gekregen van Murat. Vitamine C masker. En ik ga lekker een serietje kijken. En ik heb lekker water. En ik ga lekker in bed liggen en chillen en niks doen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik heb vanochtend echt niet geslapen. Ik sliep pas om 4 uur. Omdat ik gewoon lag te draaien van fucking achtbaan. Nou, ik heb niet kunnen slapen. Het was echt een vreselijk nacht. Daar ben ik een beetje laat wakker geworden. En ik ga vandaag naar Leiden met mijn moeder. Ik ga nog shoppen en lunchen. Ik heb dit even maar gekruld. Ik heb het nog niet uitgekant. Ik wil het zo lang mogelijk even zo in een harde krul laten. Zodat het goed blijft zitten. En als we dan weggaan, dan hou ik even mijn handen er doorheen. Want dit is natuurlijk een beetje veel too much. Maar dat komt nog goed. Ik ga even naar beneden een koffietje drinken. Dit is de outfit of the day. Top van Shein. Broek van Chiquelle. Sneakers van Naked. Helemaal leuk. En... ik heb niet echt veel make-up op, gewoon mascara en wenkbrauw afgedaan. Nou jongens, en dan is het opeens weer avond. Ik ben vandaag naar Leiden geweest met mijn moeder. Het was echt super gezellig. We hadden lekker ergens geluncht. En toen zijn we nog een paar winkels ingegaan. Ik heb niet echt wat leuks gevonden. Daar moest ik werken. Ik ben trouwens naar mijn opa geweest in een verzorgingshuis. En na mijn werk was ik zo kapot. Ik heb net al een uur geslapen. Ik was zo moe. Ik heb vanochtend echt geen oog hand in gedaan. Ik had vanochtend al een beetje gezegd, maar ik heb hiervoor zo'n slechte nacht gehad. Ik kon gewoon niet slapen van die achtbaan. Het was zo raar. Ook als ik mijn ogen dicht deed, dan was het net of ik in die achtbaan zat. En helemaal op een gegeven moment te zweten. En ik weet niet of iemand dit vaker heeft gehad. Ik durf gewoon echt nooit meer in de achtbaan nu. Want ik word gewoon helemaal duizelig en niet goed en draaierig. Morgen ga ik foto's maken op het nieuw kantoor van Hebs Lewis. Van mijn management. Met Nina en Anne. En even lunch in Amsterdam. Echt super stom dat ik jullie niet heb meegenomen. Nu ben ik echt alles aan het navertellen. En dat haat ik aan vlogs. Dat mensen alles gaan navertellen. Maar ik was zo moe vandaag. En ik was gezellig met mijn moeder. Dus ik had zo niet door, zeg maar. Maar goed, ik ga nu slapen. Ik ben echt dood en dood op. Ik ga leuk een paar Polaroids uitprinten. Via dit superleuke selfie Canon apparaatje. En dit kan je dus connecten met je telefoon. En dan kan je gemaakte foto's op je telefoon en bewerken, alles leuk. En dan uitprinten via dit apparaatje als een Polaroid. Dus ik dacht, het is super leuk aandenken. Kijk, dit is de eerste. Ik heb heel veel leuke zomerfoto's gedaan met Stan en mijn vriendinnen. Zo cute. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Zoals je ziet ben ik al helemaal opgemaakt. Ik heb een leuke outfit aan. En Anne en Nina die kunnen hier elk moment voor de deur staan. We gaan namelijk foto's maken op het kantoor van management. We zitten in een tijdelijk heel gaaf pand. Dus kan ik allemaal leuke foto's maken. Ik heb ook allemaal kleding mee. Dat ik me gewoon omkleden. Verschillende outfits kan aantrekken. En ik ga daar nog even mijn haar krullen. Want mijn haar is nog een beetje nat van de douche. Dus dat komt daar maar wel goed. En dan gaan we een gezellig dagje van maken. Nou, we zijn aangekomen bij Arena. We waren bij een rij, Amsterdam Rij. Voor de PNR was hij gesloten. Moesten we weer helemaal hierheen. Nou, dat zei ik. En ik ben helemaal niet scherp.
paaltjes hebt eraan gebracht. Ik ben lekker met mijn schatten. De sassen. Met de sassen. Met de sassies. Leuk. Leuk. Zo. Jongens, het is echt dramatisch. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. We gingen wachten op de tram. Of de metro bedoel ik. Nou, we stonden een kwartier te wachten. Hij kwam er niet, Volgens mij is er dus een aanrijding. Nee. Dus daardoor moest heel lang wachten. Als je het erger vindt, dan best niet. Ja. Dus. Nee. Dus wij denken, oh, nou dan pak je zo'n trein naar Zuid en dan gaan we van Zuid de metro pakken. Nou, wij willen snel rennen. Ja hoor, Anne, de saldo te laag. Nee, we wilden naar Centraal zelfs. Saldo te laag. Nou, moesten we weer, was de trein weer weg, moesten we weer saldo opladen. Toen dachten we gaan een Uber pakken. Dan gaan we een Uber pakken, maar dat kan niet, met een PNR. En nou, nu zitten we in de trein naar Zuid dus wel. En dan gaan we vanaf daar de metro pakken. Nou, we zijn al, het is nu 11:55. Jullie waren 10:30 bij mij. Ik zweet echt. We zijn al 1,5 uur. Kom in, ik zo heet. Ja, we hadden beter gewoon vanaf mij met het OV kunnen gaan. Dan waren we er nu al geweest. Ja, 100%. Maar ja, achteraf weet je dat niet. Nee. Hè? Zo van kut. Van jou is dat even niet zo heel lastig. Klopt. Oh, jongens, ik vergeet. Oh, het is hier niet. Nou, wij hebben 3 keer een roltrap van 20 meter op en af gerend. Ja. Een roltrap? Ja, gerend gewoon. Godsmoeding. En ik heb ondertussen ook heel veel honger. Doet het ook niet. Nee, joh. Ik wil toch een nieuwe. Oh, ik ben zo zat. De dag moet nog beginnen. Nou jongens, we zijn aangekomen. We hebben net even het pand verkend. Het was zo ziek mooi en groot. We hebben lekker Subway besteld, want we hebben echt niet normaal veel honger. Love it. Ah, mijn schatjes. Zijn gezellig mee foto's maken voor mij. Zo lief. Het is echt zo ziek mooi hier. Ik heb de volgende outfit aan. Hoe leuk! De shoot day zit erop. Oh, dat is echt niet. Dit is niet normaal. Kappen nou. Okay. Blijf in Amsterdam, want ik heb vanavond hier nog een meeting. En we gaan nu even te surfen wat eten. Proberen. Even erg kijken naar het lightspam zo wat leuk is. Oké, we zitten nu in de tram. En we gaan nu onderweg naar Leidse. We gaan lekker een wijntje doen en wat eten, een bolletje. En vanavond moet ik heb ik hier weer een meeting. Dus uit. Oh, jongens, we hebben lekker vino. Hey, ja, op. Oh. Met, op allemaal hetzelfde. Ja, op de leukste zomer van het leven. Oh mijn god, jongens, wat is dit nou weer geweldig. Waarom zijn wij zo? Ja, echt hele tafel. We zijn zo lekker. Oh, zei je? Ik wil zeggen, we zitten zo lekker. We zijn zo lekker. We zitten even lekker in het Vondelpark. We hebben lekker gekleed. We hebben lekker gekleed, maar ja, we hebben een fles wijn gehaald bij de Appie. Oh, nou, dat was toch weer helemaal niet. We gaan even een wijntje doen en dan gaan we zo weer naar het terras. Even ja, we gaan zo even een oestertje eten. Oei, lekker, lekker. Nina heeft een boodschap. Nee, die schoenen. Don't drink. Don't do alcohol. Want dan beland je als die mensen achter Nina. Maar don't do it. Nina wil de schoenen niet meer meenemen. Ja, we gaan nu even lekker oesters eten. Ik die weten, deze week ongeveer 5 kilo per stuk. Dit is niet goed. Ik kan het allemaal in één bak. Ja. Oké. Best gelopen. Ja, best gelopen. Nee, maar jongens, het staat hier echt super gezellig. Hoe lang heb je gezeten? Het is 8 uur. Volgens mij heb je echt 2 uur gezeten. Nee. Oh, dan nu even een oestertje om 8 uur. Oké. En nu gaan we lekker oesters eten. Keep it clean. Keep it clean. Nou jongens, mijn haar valt hier veel mooier. What the fuck heb ik op mijn lippen? Het ziet er niet uit. Ik heb niks met... Nee, ik vond het juist mooi. Ik denk wel een beetje overlijnd hierboven. Het zit in. Duidelijk. Gewoon laten gaan. Gewoon laten gaan. Je weet niet wat ik heb. Nou, dit ziet er echt niet uit. Ik weet niet of ik dit wel weer. Ik ben klaar bij. We zijn weer op het terras. Zou niet zo schreeuwen. Oh. Dat weet je echt niet.
We hebben lekker vino. Lekker, met z'n meiden. Oh, jongens, we hebben zo lekker eten. Lekker oestertje, steektataar en een carpaccio. En we hebben ook nog... Oh, ik heb een truffeltje. Nee? Zoete aardappel. Ja, lekker. Lekker, dankjewel. Heerlijk. Oh, lekker erbij. Oh, genieten meiden. Wat top dit. Jongens. We zaten op het terras, het was zo leuk. Het is gewoon mond. Maar ik dacht niet meer. Oh, het is faal. Nee, we moeten hem niet, we moeten hem niet. We moeten 16 fucking minuten. We zijn klaar met zuipen. Nee. Maar we kunnen ook maar hij staat ook kort over. We zijn klaar met ordinaire zuipen. We kunnen ook nieuwe sloten. Moker vino. Kunnen we deze niet? Nee, niet. Ja, hier kort over 10 is dat toch gewoon. Tram 5. Moker vino. Ja, maar dat is dus echt een andere stationtje. Maar kijk even op dit, hoe heet dit station? Nou, wij zijn blij. Oh, maar mijn 4G staat niet aan. Dat is misschien het hele probleem. Nou, ik weet kunnen we toch ook wel nemen. Dan gaat hij helemaal af naar beneden. Ja. Huh? Dat is toch heel ver? Oké, we hebben echt zo iets leuks. Ja, gewoon een leuke avond. Oh ja. Nee, leuke dag. Zo lekker gegeten. Nou. Wat vind jij chill? Dat we vanmiddag lekker hapjes hebben gehaald. Ja. En net ook lekker hapjes en dat we niet te vol burgers hebben besteld. Niet gewoon iets wat ik zie. Nee. We hebben gewoon allemaal lekker losse tapas. Taartje. Carpaccio. Ja. Oesterkruis. En ik heb zoveel goals foto's, jongens. Dat is niet normaal. Die foto's die ze hebben gemaakt zijn zo mooi. Dat is echt niet normaal. We hebben zulke mooie foto's. Ah, Nini. Ze schetje. Bali. Ja, ik kan ook niet wachten op ze post. Wanneer ga je de eerste dag? Nou, weet je niet. Morgen? Ja. Morgen? Ik ga in de vraag. Wat hebben we morgen? We zijn nu bij de metro. Nee, dat zei je niet. Wat zei ze? Moet je naar Gein? Ja, Gein. Ze zegt. Moet je naar Gein? Geintje. Ik wil niet meer over. Nee, dat heb ik niet gehoord. Nina, durf je meer. Oh, dan. Hallo. Hallo. Goeiedag. Oh, ik wil niet spelen. Ik moet suipen. Een paar mannen hebben jij mijn jeugd. Nee. Heb je een aansteek nodig? Nee, we hebben geen peuken. Nee, aansteek hebben we ook niet. Sorry. Nee, sorry. Maar ook niet. Hou je van muziek? Nee, jij ook niet. Nee, ik wil het niet. I'm being with you. Oh my god, wat gebeurt hier? Jongens, wat gebeurt er? Ik weet echt niet wat het is. Jongens, ik kan echt niet meer. Degene die net voor ons begon te zingen, die staat hier ook gewoon in de metro. Is het niet normaal? Jongen, Ann. Op een schaal van 1 tot 10, hoe leuk was deze dag? 11. Het is zo gezellig. Op een schaal van 1 tot 10, hoe vond je deze dag? Nou, dit gaat wel richting een 10 hoor. Maar jullie niet? Pas, het ging bij mij. Jij zegt 11. Oh. Nou, wat zei jij dan? Nijnebel. Ja, ik zeg, ik vond het zo leuk. Echt zo weer zo'n spontane dag sinds voor corona. Ja, gewoon weer echt zo'n spontaniteit. Kijk, je gaat hierheen met de reden dat we gingen foto's maken voor jou. En dan eindig je in een vondelpark met een fles wijn. En dan eindig je op het terras. En dan is het zo lekker spontaan. Ja. En van alles doen en gezellig. Oh, Burger King. Samen een klein meeting tussendoor, maar toen gingen wij dat even een meeting. Met z'n tweeën. Ja, dan kunnen wij met z'n tweeën gewoon nog eventjes een beetje mooi, chillen. Dat was mooi, joh. Ja, mooi. Helemaal leuk. Klinkt wel leuk. Moker Fino. Moker Rijven. Had ik dit ding nog op? Nee. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik wilde eigenlijk vandaag Shein Shop nog opnemen, maar is niet van gekomen. Omdat ik alleen maar heb geëdit en het is nu 3 uur, ik moet naar mijn werk. Want er is gisteren overgebleven en dat ga ik nu eventjes wegrijden. Dus dat ook, mijn schoenen nog aandoen. En verder ga ik eigenlijk niks doen. Ik heb niet zoveel te doen vanavond. Ik ben inmiddels thuis van weer... Ik ben inmiddels weer thuis van werk. Dat was de zin die ik wilde zeggen. Normaal ben ik altijd op vrijdagavond met mijn baby's dan. Maar die is op vakantie. Ik had net een pakketje binnengekregen van sportmerk AIM. Volgens mij. AIM, ja. En ik had 2 setjes gekregen. Dus eigenlijk was het een samenwerking voor Instagram Story. Maar ik dacht, het is wel even leuk om ze gewoon even te laten zien.
Het is een brand founded by woman for woman. Heel leuk kaartje. Ik heb een soort espresso kleur. En volgens mij een zwarte kleur. De legging. Ziet er goed uit. Mooie kleur. Heel erg leuk kleurtje. En dit is de top. Bij het was een top met lange mouwen. Weer lekker voor de winter. Zwarte top. Dit is met een zachte stof. Dat vind ik altijd heel fijn. Met de legging erbij. Dit is met ook een zachte stof. En deze heeft volgens mij ook pockets. Ja. Deze legging heeft dus een pocket. Een zak dus. Heel erg chill. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze gaan zitten. En of het een beetje chill is. Morgen wil ik video opnemen. In de avond gezellig met de meiden wat doen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is al 1:30. Of het is al 2:15 bijna. Ik heb net lekker gedoucht. Ik heb me omgemaakt. Ik ga zo meteen een shoppig opnemen. Ik had nog niks gegeten. Ik ga even lunch maken. Ik dacht het is wel even leuk om te filmen. Ik ga lekker avocado toast broodje maken. En ik ga je laten zien hoe ik dat doe. Ik verzin mijn recepten altijd gewoon uit het niets. Gewoon ik kijk wat ligt er in de koelkast. Wat kan ik hiervan maken. En dan ik maak er altijd maar wat van. Oké, ik heb dus 2 broodjes geroosterd. En hier ga ik een beetje roomkaas light. Nou, zuivelspread eigenlijk. Light op doen. Ik ben weer een paar kilo, ongeveer 2 kilo aangekomen deze zomer. Omdat ik op vakantie ben geweest. Alleen maar heb gezopen. Ongezond heb gegeten. Dus ik wil weer een beetje op de soort van healthy tour. Ook niet, maar ik wil gewoon wel weer even wat op mijn eten letten. Want die 2 kilo mag er van mij wel weer af. En ik ben nu ook ongesteld. TMI. Dan weeg je altijd meer. Dus het zal misschien wel iets minder zijn. Misschien is het 1 kilo. Maar ik was sowieso nog niet eens bij mijn einddoel. Dus dat is gewoon stom. Oké, ik heb op allebei dus een laagje cream cheese. Of noemen we dat zuivelspread. Dan heb ik flinterdunne kipfilet. Dat ga ik erop doen. Zo. 2 dunne plakjes van broodje. Dan heb ik hele dunne plakjes tomaat gesneden. Die gaan erop. Lekker. En dan een kwart avocado per broodje. Dan een beetje feta. Heb ik al gesneden. Gezond. Goed hè? Gezondheid. Ik heb geen tijd. Beetje peper op. Peper. En ik heb zelf gemaakt de Everything with the Bagel seasoning. Wat heb je? Everything with the Bagel seasoning. Ik heb dit volgens mij al eens laten zien in een vlog. Doe ik een beetje. Heb je de boodschap gedaan of zo? Nee, dat hadden we nog. Oh. Dit is allemaal nog goed, ja toch? Ja. Net gekocht. 22. En dan heb je een heerlijke lunch. Echt rond? Nou, meiden, dit wil je. We gaan weer meiden. Tuurlijk. Alright, het is inmiddels alweer avond. Ik heb ook nog lekker gekookt. Heerlijk. Ik zal het hier laten zien. Ik lijk net een soort dominee. Oh, wat erg. Nou, ik heb even heel snel mijn haar gekruld. Een beetje een grote krul in gemaakt. Hoe dat bij zitten. Super leuke nieuwe top aan van de shoplog die ik vanmiddag heb opgenomen. Een broek. Witte schoenen. Nou, ik heb gewoon even een jasje aan, maar het ziet er eigenlijk niet uit. Want ik lijk net een dominee. Broekie. Haartjes een beetje in de slag. Nou, prima. Ziet er een beetje raar uit zo. Nou ja, boeien. Ik ga nu Anne ophalen en dan gaan we naar feestje van Isabel. Dus, nou eigenlijk van de moederverjaardag met mijn tante gewoon. Maar gewoon gezellig. Dus dat ga ik nu doen. Goedemorgen allemaal. Het is zondag. Nou, morgen. Het is 4:30. Annie was gezellig leuk slapen bij mij. En gisteren waren we dus gezellig op de verjaardag van Isabel's moeder. Was heel leuk. En we hebben ons nu klaargemaakt. Om naar het Leeuwtje te gaan. Naar het restaurant. En ik heb leuk dit jumpsuit pak aan. En deze sandaaltjes eronder. En Tassie en Nina die komt er zo aan. Die
Even kort ophalen en dan gaan we erheen. Helemaal leuk. Ah, Drolly! Gezellig bij het woutje wou ik zeggen. Nee. Ik wissel dit altijd door elkaar. Ja, woutje, leeuwtje. Waar zit het bij het leeuwtje? Het is gezellig bij de open haard. En we hebben echt heel veel lekkere dingen besteld. Lekker. Oh jongens, wat is dit goed. We hebben lekker pizza, taki, oesters. Weer oesters met de meiden. Lekker sashimi. Donderdag ook nog. Maar oh, wat goed dit. Oh, we hebben zo lekker een vleesplank met allemaal biefstuk. En nou, lekker bord. Oh my god, jongens, wat goed dit. We hebben lekker dessertpaté. Oh, wat is dit? Goedemorgen allemaal. Het is maandagochtend. Dus dat betekent dat ik de vlog afsluit. Gisteravond echt super, super lekker gegeten. Wijn op. Veel wijn. Ja, ik voel me niet topfit. Maar goed, ik hoop dat jullie de weekvlog wel leuk vonden. Vergeet zeker niet om blij op je te geven. Abonneren, volgen, you know everything. Even kijken hoor. Ik ga even werken. En dan is dat het leven. Doei.